Vandaag in Achter Gesloten Deuren het verhaal van de zwangere Sylvia en haar vriend Bob. Over 3 maanden krijgen ze hun eerste kindje. Afgelopen week was echt een nachtmerrie. Ik probeer me natuurlijk zo rustig mogelijk te houden, want stress is niet goed voor de baby. Maar dat is ook wel precies mijn probleem. Sylvia kan nauwelijks van haar zwangerschap genieten, want Bobs moeder eist alle aandacht op. Zij is tenminste goed voor mij. Zij geeft mij de liefde die ik nodig heb, niet jij. Dat is niet waar. Sylvia is het beste wat mij ooit is overkomen. Maar hoe goed kent Sylvia de vader van haar kind? Ze kan niet geloven dat hij een gestoorde maniak is. Wie weet wordt er straks weer een paard mishandeld of misschien zelfs een kind. Ach, kom op. Je weet net zo goed als ik dat Bob nooit iemand iets aan zou doen. Vooral niet zijn eigen kind. Sylvia en Bob wonen in een mooi dorpje in Noord-Holland. Sylvia is nu 7 maanden in verwachting, maar het inwonen bij de schoonmoeder valt niet mee. Voel je het? Oh ja. Ik denk dat het een meisje is. Ja? Nou ja, als het maar gezond is. Het zou wel leuk zijn voor je moeder, een meisje. Dat wel. We kijken iedere dag uit over de weilanden hier. Het is gewoon zo mooi, de omgeving. En ik woon hier nu 1,5 jaar. En ik geniet zo van de rust en van de stilte. En met samenwonen met Rosa, ja, dat gaat wel. Een goede plek om een kind op te voeden, denk ik. Zie je er dan al hier rondrennen? Ja. Ik ben heel blij dat Sylvia is komen wonen. Bij mijn moeder en bij mij. En er is een kleine opkomst. En daar ben ik, ben ik super enthousiast over. Ik kan niet anders zeggen. Het is de eerste, dus het is allemaal heel spannend, maar ik ben echt heel blij mee. Bob! Bob, kan je even hier komen? Ik ga wel. Nee. Het is mijn moeder. Dat klopt. Bob is een lieve jongen. Hij staat altijd voor me klaar. Nou ja, ze wonen hier ook gratis, dus ik vind ook wel dat ik een beetje aandacht mag vragen van ze. Ik vind wel dat hij zich af en toe te veel wegcijfert. Maar dat zit ook in zijn karakter. Het is gewoon een hele lieve jongen. En de laatste tijd heb ik wel iets ontdekt waarvan ik het niet helemaal zeker weet. Of dat wel zo is. Rosa, de moeder van Bob, heeft reuma en kan niet meer zelfstandig wonen. Bob en Sylvia zorgen voor haar. Een beetje moeilijk erbij. Dat gaat zo niet, man. Ja, nee. Rem? Ja, is eraf. Ja. Oké, ja, goed. Ja, het blijft lastig, hoor, met die hand. Het is... Ja. Zal maar even een drinkbekertje voor je kopen of zo? Ja. Nou, het zou misschien ook wel goed zijn als we niet iedere dag soep hoefden te eten. Ja, je kunt ook even genieten, toch? Sylvie heeft haar best gedaan. Rosa en ik accepteren elkaar, maar dat is niet altijd even makkelijk. En zij zou liever ook niet willen dat ik hier woon. En als het aan mij zou liggen, zouden we hier ook niet wonen. Mijn moeder is niet de makkelijkste. Dat weet ik ook. Maar ik begrijp het ook wel. Het huwelijk tussen mijn ouders was niet fantastisch. En het klinkt misschien raar, maar ik denk dat het voor mijn moeder als... toen was een opluchting kwam toen mijn vader kwam te overlijden. En ze had grootse plannen en ze wou allemaal leuke dingen gaan doen. Maar ja, toen kwam de reuma. En nu kan het niet meer. Beetje te heet nog. Ja. Ik denk dat ze gewoon op mijn huis uit zijn. Ze wachten gewoon tot ik dood ga. Ik denk dat ze me daarom zo zitten te sarren. Ik heb nu eigenlijk geen trek meer. Ik eet vanavond wel een beetje soep. Ik ga even naar mijn favoriete programma kijken, naar de televisie. Ja, dankjewel, jongen. Sylvia heeft maar met een half oor naar de klaagzang van Rosa geluisterd, want ze is in gedachten heel ergens anders. Bewoners bang voor dierenbeul. Het stond dus van de week in de krant. En ik ben gewoon heel erg bang dat Bob hierachter zit. En ik begrijp...
begrijp het echt niet, want Bob is zo'n lief jongen en hij doet nooit iemand kwaad. Hij heeft nooit ruzie, niet met mij, niet met Rosa. Maar ik weet het niet, want ik heb hem... De avond hiervoor heb ik hem de stal in zien gaan. En de volgende dag stond dit in de krant. Hey. Sorry hoor, ma zit even niet lekker in de vel. Ja, kan gebeuren, toch? Bob werkt als assistent filiaalleider bij de plaatselijke supermarkt. Hij heeft deze baan te danken aan zijn collega en vriend Tim. Aan het einde van de dag haalt Sylvia hem op om hem meteen weer naar zijn moeder te brengen. Hey, ik zie je morgen. Ik zie je morgen, jongen. Hoi. Hey, schat. Doe die sigaret even naar buiten. Zoek. Hey, jongen. Zorg wel dat je morgen op tijd bent, want je moet wel openen. 8 uur, ja? Hè? Ja, niet vergeten. Nee, 8 uur ben ik er. Oké, Bobby. Okay. Hey, Sil, hoe is het? Hi. Ja, gaat lekker? Ja, hoor. Oké, hoi. Ja, het is niet de meest uitdagende baan, maar ik maak er het beste van. Ik werk 6 dagen in de week, ook op zaterdag. Maar de tijden zijn dan gelukkig wel zo dat ik alle tijd heb om voor mijn moeder te zorgen. De zorg voor Rosa vergt veel van het stel en eens per week ontvlucht Sylvia het huis om samen met haar vriendin Hanneke een kookcursus te volgen. Ga je nog uit vanavond? Nee, ik ga vroeg op bed. Oké. Okay. Maak jij het ook niet te laat? Nee, komt goed. Oké. Okay. Nou, voorzichtig met z'n tweeën. Dank je. Doei, schat. Doei. Van de week toen reed ik vanaf de kookcursus naar huis. En toen zag ik bij de weilanden de auto van Tim staan. En verderop liepen Bob en Tim en die liepen naar de stallen toe. En ik dacht, hé, wat gaan die nou weer doen, weet je wel? Dus toen ben ik gestopt en toen heb ik het gewoon gefilmd. Wacht, ik kan het je laten zien. Ja, dat zag gewoon zo gek uit. Want ik dacht, die zijn aan het inbreken of die gaan iets meenemen. Maar dat was allemaal niet zo. Toen de volgende dag, toen stond er dus in de krant dat bij die stal de paarden mishandeld waren. En ik weet het gewoon niet. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat Bob een paard zou mishandelen. Sylvia heeft zich voorgenomen om vanavond Hanneke in vertrouwen te nemen. Ze moet hiervoor alleen nog een goed moment vinden. Ja, dat kan ik wel. Je weet dat een stuk kleinere trei wil hebben dan deze. Ja. En denk aan mijn vingertjes. Mm-hmm. Zo? Zo, ja. Oké. Okay. Hanneke? Ja, Sylvia? Heb je gehoord van die paardenmishandeling? Ja. Echt een walgelijke stad. De stal van mijn oom, hè? Serieus? Ja. Ik begrijp het echt niet. Wat voor beest ben je als je zoiets doet? Even serieus. Als ze die vent te pakken krijgen, dan moeten ze hem eigenlijk net zo hard aanpakken als het paard. En dan schuldig die je met een mes bewerken. Hoe kun je? Het is al de 2e keer dat er een paard is mishandeld. En dit keer was het in de stal van mijn oom. Ik wist het helemaal niet dat die manege van Hanneke's oom was. En ik probeer gewoon een andere reden te bedenken dat Bob bij die stal was. Weet je? Hij doet me denken aan een paar jaar geleden. Toen hebben ze een hond gevonden met een paar messteken. Echt. Serieus? Goh. Heel vies. Het blijkt dus dat gekke overal zitten, zelfs hier. Met Bob weet ik het gewoon even niet. Want dat verhaal net van Hanneke met die hond en... daar zal Bob toch niks mee te maken hebben? Twee dagen later gaat Bob een avondje stappen met Tim. Sylvia heeft hier normaal geen moeite mee, maar na haar schokkende ontdekking twijfelt ze aan alles. Roep me maar, hè, als je me nodig hebt. Dan kan ik altijd de dokter bellen. Hou op, ik kan echt zelf wel lopen. Ik zal mezelf dan nooit vergeven als je even de trap afvalt. Ja, kom op, je bent te laat. Ga nou maar. Maak je daar nou maar geen zorgen over, hè? Voor mij maakt het niet zoveel uit. Ik ben oud en afgeschreven. Maar voor Sylvia vind ik het vreselijk. Ja, hij gaat zomaar weg en dan laat hij thuis met een harde buik. Nou, dat zou mijn man nooit gedaan hebben. Ik snap die jongen af en toe niet.
Ja, ik probeer me natuurlijk zo rustig mogelijk te houden. Want stress is niet goed voor de baby. Maar dat is ook wel precies mijn probleem. Want als ik Bob straks confronteer met die dierenmishandeling, dan heb ik straks niemand meer. Wil je alsjeblieft niet te laat thuis zijn vanavond? Kom goed. Oh, ik heb geen zin om midden in de nacht wakker te worden. Kom goed, Bob. Ja, nee maar. Afgelopen week was echt een nachtmerrie. En het ging net goed, mijn leven liep net lekker. Het was zo lief en zorgzaam. En misschien wel te lief. Ik blijf gewoon thuis. Waarom? Ja, Tim heeft afgebeld. Je hoeft voor mij niet thuis te blijven, hè? Nee, het gaat echt een stuk beter. Weet ik, schat, weet ik. Maar het is niks. Oké? Okay? Ik moet even rusten. Trek je niks aan van je moeder, hè? Doe het niet. Oké. Okay. Toen Bob net van de telefoon afkwam met dat gesprek met Tim, toen zag ik die angst in zijn ogen. Kijk nou. Het is gewoon zo'n lieve jongen. Hij zou nou echt nooit een vlieg kwaad doen. Het is misschien een meeloper en hij had misschien Tim kunnen stoppen, maar hij heeft er niks mee te maken. Zo, kun je goed bij je water? Ja. Zit je zo goed? Ja, zo is goed. Ik heb vannacht echt weer voor het eerst goed geslapen. En natuurlijk, de problemen zijn nog niet opgelost, maar er is wel een begin van een oplossing. En het belangrijkste is nu dat Bob Tim gaat aangeven als de dader. Ja, want dan ben ik er zo vandoor. Alsjeblieft. Wat ga je doen? Ik ga even wandelen met een vriendin. Oh, zou je dat nog wel doen met die dikke buik? Ja, ja, gaat echt al een stuk beter. Oh, ja. Nou, dat deed ik nooit hoor, toen ik zwanger was. Als ik een miskraam had gekregen, had ik het mezelf nooit vergeven. Oké, okay, ik heb mijn telefoon bij me. Ja? Je kunt bellen als er iets is. Ik hou me echt de hele tijd in. En dat moet ook wel. Want als dit zo doorgaat, dan zal Bob moeten kiezen tussen mij of zijn moeder. En heel eerlijk gezegd weet ik dan niet wie die zou kiezen. Want Bob en zijn moeder, dat is echt een verhaal apart. Alles oké? Ja, ja, ja. Ik heb je natuurlijk wel gevraagd met een reden om te komen. Ja, ik dacht al, is er iets met Bob of zo? Nee, nee, met Bob gaat wel weer goed. Ja, ja, maar dat is het niet. Ja, ik denk dat ik weet wie de paarden heeft mishandeld. Ja, ik heb ze die avond van tevoren heb ik ze de stal in zien gaan. Ik heb Hanneke net dat filmpje laten zien, want ik dacht, kan zij ook zien dat Tim de dominante is en dat Bob er eigenlijk helemaal niks mee van doen heeft. Nu begrijp ik waarom ze zo raar deed. Dat ze daar laatst over begon te praten tijdens het koken. Maar het is echt veel minder dan je denkt, want Bob heeft er helemaal niks mee te maken. Die was er alleen maar bij. En je ziet heel duidelijk dat Tim de aanstichter is. Sjil, dit is niet oké. Je moet hier iets aan doen. Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik wil met Bob gaan praten, want Bob moet Tim aangeven. Sylvia, dat zijn de paarden van mijn oom. Ik weet het. Je weet het. Je moet hier iets aan doen. Ik weet niet, ga naar de politie of nee, zo? Nee, nee, ik wil nog niet naar... Ik moet eerst met Bob gaan praten. Ik moet weten... Maar dit... Ik moet weten dat hij er niks mee te maken heeft. Maar dan kan hij Tim aangeven. Sylvia, hij was erbij. Of het nou Tim of Bob is, ze waren erbij. Dat zie je toch? Bob heeft niks gedaan. Je ziet toch onschuldige paarden, Sylvia. Hoe kun je dit nou zeggen? We moeten ervoor... Sylvia! Nee, wacht even. Bob moet Tim aangeven. Hanneke, loop nou niet weg. Hanneke! Ik snap dat voor Hanneke heel emotioneel is, maar dat is het voor mij ook. Voicemail. Hey, Hanneke met mij. Alsjeblieft beloof dat je nog niet naar de politie gaat. Ik zal het regelen, echt waar. Ik ga met Bob praten en Bob geeft Tim aan. Dit is echt het einde. Het zal nooit meer gebeuren. Maar wacht alsjeblieft nog heel even. Ik kan iedereen kwijtraken. Hey, maar ik vind eigenlijk dat je niet meer moet rijden, hoor. Dat kleine stukje dadelijk. Ja, nou, je weet maar nooit. Kan van alles gebeuren. Kom op. Ik wil ook nog even langs mijn vriendinnen. Dadelijk kan het niet meer. Zit ik met zo'n kleine. Je hebt gelijk. Maar als je maar voorzichtig doet dan, hè. Ik rij mezelf expres tegen de muur. Ah, maak me nog even ongerust. Zo.
plezier vanmiddag. Pop. Hoe is het, man? Ja, goed. Ja? Heb je nog nagedacht na ons laatste gesprek? Ik heb toch gezegd dat ik dat ga regelen? Ja, maar schiet nou eens op, man. Ik doe dat in mijn eigen tempo. Ik zit mij ook niet lekker. Het begint helemaal te krabbelen hier al. Ja, dat snap ik. Maar ik regel het, oké? Schijnlijk vent. Nou, ik ga niet naar vriendinnen toe. Ik ga naar Hanneke. Ik heb gisteren zo in de stress gezeten. Ik dacht, ieder moment kan de politie op de stoep staan. En dat is nog niet gebeurd, maar nog niet. Hebben Bob en Tim al aangegeven bij de politie? Nee. Heb jij aangifte gedaan? Nee. Sil, dat paard is heel erg mishandeld. Ik weet het. En Bob heeft daar gewoon staan kijken. Ik heb geen idee. Tim heeft Bob bedreigd. Bob is doodsbang. Oh ja? Ja! En waarom is hij daar niet naar de politie gegaan? Omdat hij onschuldig is. Hij is medeplichtig. Als Bob nu naar de politie gaat, dan denken ze dat hij iets gedaan heeft. Ja, maar hij was er ook bij. Sil, luister dan. Hij was erbij. Zo is het gewoon. Ik begrijp dat het moeilijk is, maar je moet het gewoon doen. Je hebt geen idee wat voor nachtmerrie dit is. Wat moet ik dan, hè? Ik ben straks alleen. Sil. Ik snap wel dat Sil weer het probeert goed te praten. Ik bedoel, ik ken Bob ook. En ik kan me dat ook niet voorstellen. Hij lijkt me een hele aardige man. Maar ja, ondanks dat vind ik dat hij net zo schuldig is als Tim. Wat Sylvie er ook van zegt. Bob was er gewoon bij. Hij is medeplichtig aan mishandeling van een onschuldig dier. En wie zegt dat het de laatste keer is? Wie weet wordt er straks weer een paard mishandeld of misschien zelfs een kind. Ach, kom op! Je weet net zo goed als ik dat Bob nooit iemand iets aan zou doen. Vooral niet zijn eigen kind. Laat me gewoon eerst met hem praten. Ik wil gewoon even met Bob praten, erover hebben. Hij is echt onschuldig. Bob heeft gewoon een hele grote fout gemaakt. Maar daar hoeft mijn leven toch niet zo van overhoop gegooid te worden. En wat als ons kind hier straks iets van hoort? Nee, je moet hier echt iets aan doen. Oké? Hey. Kijk maar. Oké? Ja, ja. Ik ga eerst met Tim praten. Ik ga gewoon zorgen dat het stopt. Sylvia is er zeker van dat Tim de aanstichter is van dit alles en wil hem vragen geen contact meer te zoeken met Bob en dat hij zich aangeeft bij de politie. Maar doet ze de waarheid daarmee geen geweld aan? Hey Tim, met Sylvia. Kun je even naar buiten komen? Ja, is goed. Ik kom eraan. Het is dringend. Hey. Hey, hoe is het met Rosa? Kan ik iets voor jou doen? Nee, daar kom ik niet voor. Ik moet je iets laten zien. Oké. Ik ben blij dat je er bent. Je moet hier echt mee kappen. Lieve schat. Nee, het kan me echt niet schelen. Luister even, je moet niet bij mij zijn, maar bij Pop. Ik hoef helemaal niet bij Pop te zijn. Het is toch duidelijk dat jij de aanstichter... Denk je zelf dat ik aangifte zou doen als ik de aanstichter was? Heb je aangifte gedaan? Nee, nog niet, nee. Maar ik heb wel duidelijk gemaakt aan Bob dat ik niet lang meer mee achter mij. Stik erin. Het is toch duidelijk? Je moet Bob hier ophouden met hem. Lieve schat, je zit het verkeerd. Het is helemaal andersom. Toen hij die stal inging, ging ik eerst even pissen. Ja? En toen kwam ik terug en toen was hij dat paard aan het bewerken met de onzin. Mes. Ik zweer het, je moet me echt geloven. Onzin. Je moet ophouden met Bob hierin te betrekken of ik geef je aan bij de politie. Ik zweer het, je moet me echt geloven. Ik lieg niet. Laat ons met rust. Sil! Thank you.
Tim liegt. Kan niet anders. Maar ik moet het eerst van Bob horen. En dan kunnen we daarna samen naar de politie. Maar dan moet ik wel eerst met hem gaan praten. En eigenlijk wil ik niet naar huis. When all the world is so keen on its sleep, you'll hear an emotion gentle way. And if you watch your lief. Oh. Hey. Wat is er gebeurd? Nou, mam, vertel jij het maar. Nou, je hebt geen thee voor me gezet, je was weg. Dus ik dacht, ik doe het zelf wel even. Ik ga gewoon een keteltje water opzetten, even tappen. En... Maar ja, die kraan die was zo verschrikkelijk hoog. Ik kon er niet bij. Nou, toen ben ik gevallen. Gaat het? Gaat het. Het spijt me ontzettend. Ik was echt de tijd vergeten. Anders was ik wel eerder thuis geweest en had ik thee voor je gemaakt. Blijf maar even rustig liggen. Op je even mee? Dat is nou het lot van oude mensen, hè? En vooral zieke oude mensen. Die tellen gewoon niet meer mee. Ja. Maar ik laat het er niet bij zitten, hoor. En ik ben erg blij dat Bob het met me eens was. Dat hij het belachelijk vond dat ze was weggegaan en niet meer was teruggekomen. Waarom moest dat nou zo lang duren? Ja, ik was echt de tijd vergeten. Hanneke had gebeld of ik nog even langs kon komen. Dus ik ben daar net nog even langs geweest. En het duurde gewoon langer dan gedacht. Moet je luisteren, je mag best je eigen ding doen. Maar je bent de hele dag weg geweest. Sorry. Oké, okay, het spijt me. Ik baal hier gewoon van. Ik wist ook niet dat ze dit ging doen. Ik dacht dat je net zoveel verantwoordelijkheidsgevoel had als ik. Dat heb ik ook. Het is mijn moeder, hè? Niet die van haar. Maar we hebben samen besloten om bij haar in te trekken. En we hebben altijd gezegd dat we het samen zouden doen. Ik voel me ook gewoon super schuldig. En hij heeft ook gelijk. Ik had ook eerder thuis moeten komen. Maar hij verwijt haar nooit iets. Waarom is dat stomme mens überhaupt uit haar stoel gekomen? Ze had toch ook mij kunnen bellen? Sylvia heeft na zijn verwijt niet meer met Bob kunnen praten. En de lucht is nog altijd niet geklaard. Je bent het toch niet vergeten? Wat? De kookcursus. Ja. Ja, nee, dat ben ik wel vergeten. Sorry, ik had moeten bellen. Ik kan nu thuis niet weg. Rosa is gevallen. En ik moet nu voor haar zorgen. Ga maar, joh. Nee, nu ga ik voor Rosa zorgen ook. Ik regel het wel. Ga maar. Ga maar. Prima. Ik vind het heel moeilijk om Bob nu te zien. Ik heb hem altijd best wel oké gevonden. Maar dat is nu totaal veranderd. Tot vanavond? Ja. Ik was het even vergeten door al die toestanden. Maar het was wel goed dat ik even weg was bij Bob. Absoluut. De dierenbul blijkt opnieuw te hebben toegeslagen. Hoe lang kan Sylvia haar kop nog in het zand blijven steken? Heb je niet gehoord dat er weer een paard is mishandeld? Wanneer? Afgelopen middag, een paar uur geleden maar. En waar was Bob? Thuis, bij zijn moeder. Weet je het zeker? Ja, als ik bij Tim was en Bob was bij zijn moeder, waar was ze thuis? Sylvia, als jij nu geen aangifte doet, ben je medeplichtig. Snap je dat dan niet? Jij moet ingrijpen. Ik heb ingegrepen. Ik heb met Tim gepraat. Maar Tim kan het niet gedaan hebben, want hij was in gesprek met jou. Ik snap dat je Bob wil beschermen, maar wil je nog een mishandeling van een paard op je geweten hebben? Huh? Sylvia is mijn vriendin en... Ik begrijp dat ze er alles aan doet om niet te hoeven geloven dat Bob schuldig is. Maar dat gaat straks ten koste van nog een dier. En dat kan niet. Dat mag niet. Bob kan dit niet. Die zou dat echt niet kunnen. Was hij gelijk naar huis gegaan, naar zijn werk?
ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Luister, Sil. Als jij niet naar de politie wil, dan moet je gaan... Ik weet niet, dan moet je met Bob gaan praten. Maar je moet gewoon iets doen. Ja, maar hoe dan? Laat hem dat filmpje zien. Confronteer hem daarmee. Nou, ik was bij Tim. Dus als Bob dan bij Rosa was, of thuis was... Of misschien was hij wel helemaal niet thuis. Maar ik moet het nu wel weten. Nee, echt niet. Nee. Weet je het zeker? Ja, weet ik heel zeker. Want het lijkt me wel verstandig als iemand met je mee is. Waarom? Kijk, hij heeft een paard voor Bob. Oké, stop. Bob zou mij nooit iets aandoen. Zou me echt nooit iets aandoen. Komt wel goed. Ik bel je vanavond. Oké. Succes, hè? Dank je wel. Ik pas goed op jezelf. Ja. Okay. Dank je wel, meisje. Natuurlijk hartstikke fijn, Hanneke, en we hebben goed gepraat en ze steunt me hartstikke goed. Maar wie weet was het bij dat tweede paard wel iemand anders en heeft Bob er helemaal niks mee te maken. En dat is nu gewoon belangrijk. Ik ga met Bob praten en hij gaat me de waarheid vertellen. En dan zien we wel wat de oplossing is. Hey, lieverd. Hey. Ik heb je de stal in zien gaan, de avond voor het paard mishandeld werd. Maar ik heb daar niks mee te maken. Ik heb je samen met Tim de stal in zien gaan en ik heb het gefilmd. Ik kan het je bewijzen. Wat? Durf ze jou te beschuldigen van zoiets? Ik beschuldig hem niet, Rosa. Het is waar. Ik heb het zelf gezien. Ik heb het al door al gedacht. Ze deugt gewoon niet. Ze kwam hier binnen en lief en aardig zijn tegenover iedereen. Maar ze heeft alleen maar geprobeerd om jou en mij tegen elkaar op te stoken. Mij over te laten komen als een zeurderig oud mens. Hè, die de zoon misbruikt. Dat doe je ook. Dat doe je ook. Mijn hele leven heb ik voor jou opgeofferd. En wat krijg ik ervoor terug? Alleen maar meer gezeik. En denk je dat ik het leuk vind om hier met jou te wonen? Hou nou eens eventjes je mond. Nee, jij houdt maar eens een keer je mond. Ja? Ik ben hier degene met het nutteloze, uitzichtloze kutbaantje. Ja, en waarom? Omdat ik voor jou moet zorgen. Maar je ziet toch zelf dat ze alleen maar heeft gebruikt. Dat ze ons gebruikt. En dat ze wij tegen elkaar op hebben gestookt. Die teef. Durf je? Sylvia is het beste wat mij ooit is overkomen. Zij is tenminste goed voor mij. Zij geeft mij de liefde die ik nodig heb. Niet jij! Dat is niet waar. Dat is niet waar. Ze beschuldigt je alleen maar van iets vreselijks als een paard mishandelen. Dat doe ik ook! Dat doe ik ook! Weet je wat het ergste is? Weet je waar ik op dat moment aan denk? Aan jou. Hij heeft het gewoon toegegeven. Hij heeft net gewoon gezegd dat hij... Na de confrontatie tussen haar schoonmoeder en Bob vlucht Sylvia naar Hanneke, die haar liefdevol opvangt. Ik was echt totaal in paniek. En ik heb heel lang met Hanneke zitten praten. En die heeft gewoon heel lang geluisterd. Gewoon heel fijn. Fijn dat ze er toch voor me is. En ik moest gewoon zien wat Bob gedaan had. Ik ben wel heel blij dat ze nu de waarheid kent. En ja, ze zal ook moeten inzien dat ze daar een consequentie uit moet trekken. Dat ze niet meer met die man kan leven samen. Hij heeft het voor me opgenomen tegen zijn moeder. Zo iemand mishandelt toch geen paarden? Ja, maar hij heeft het wel bekend.
Heb je nog gevraagd naar die messteken over die hond? Nee, nee. Nee, maar ik zal doorgeven aan de politie. Ik denk dat hij het uit onmacht gedaan heeft. Onmacht en woede over de manier waarop zijn moeder zijn leven verpest heeft. Wat natuurlijk geen excuus is, maar... Weet je het zeker dat je naar binnen wil? Ja. Ja, ik moet het zien. Ja? Ik wilde het niet aan Sylvia laten zien. Maar ze wilde per se zelf zien wat Bob heeft aangericht. Verschrikkelijk. Wat ben je voor mens als je dit doet? Ik kan er gewoon echt met mijn hoofd niet bij. Nee, niet opnemen. En dan? Gewoon. Je moet niet weer aan de twijfel worden gebracht. Ik moet. Ik kan toch niet voor altijd nu thuis wegblijven? Nee, ik ga opnemen. Hey. Waarom? Oké. Waar ben je? Oké, dan kom ik eraan. Ik ga met hem praten, want hij wil afscheid nemen en hij gaat zich aangeven. Oh. Oké. Spijt me, schatten, voor alles. Ik hoop dat je weet dat ik echt oprecht van je hou. Ik hoop dat je ooit kunt vergeven, misschien. Ik denk niet dat ik dat kan. Heb jij die hond mishandeld? Ik wist het van die hond, dat hij het had gedaan. Maar om hem dan toch te horen zeggen... Ma deed geen oog meer dicht door dat beest. Ik werd gek van, dus het... Ik kon nog weg, ik kon nog naar mijn werk. Zij lag daar maar op dat bed. Ze maakte me helemaal gestoord met het gezeik van haar. Weet je, zo gestoord dat ik... Dat ik op een dag dat beest gewoon... Ik ga mezelf aangeven. Ik weet niet wat gaat gebeuren. Ik verwacht niks van je, oké? Ik breng je wel naar het politiebureau. Nee. Jawel, dat wil ik.
Ik heb je er al genoeg in betrokken. Oké, ik ga dit zelf doen. Afgelopen eindelijk. En Sylvia kan zich nu richten op haar baby. En dat is echt het belangrijkste. Het is vreselijk om de vader van je kind weg te zien lopen. En is hij waarschijnlijk ook niet bij de bevalling? Kan Hanneke nog zo zeggen dat het beter is zo, als hij er niet bij is, maar zo voelt het niet. Zal ik nog een wijntje voor je halen? Lekker. Het is 6 maanden later. Sylvia is bevallen van een gezonde dochter en woont even tijdelijk bij Hanneke. Vanavond zijn ze voor het eerst weer bij de kookcursus. Bob heeft net een korte gevangenisstraf uitgezeten. Rode, toch? Mm-hmm. Ik ben echt heel gelukkig met mijn dochter. Fien heet ze. En ze is gezond, dus dat is heel fijn. En ik vond het wel heel lastig dat Bob niet bij de bevalling was. Ondanks alles wat er gebeurd is. Ja, het is toch de vader van mijn kind. Ik ben blij dat ik Sylvia kan helpen. Ik begrijp heel goed dat ze het heel moeilijk heeft. Maar ik ben wel heel blij dat ze een keuze heeft gemaakt voor haar en haar kind. Ze moest gewoon weg daar. Weg uit het huis, weg van Bob. Rustig aan, hè, met dit glas. Hé, hey, dat jij niks meer gewend bent. Fien is nu bij Bob en sommige mensen vinden dat misschien raar. Maar ik niet. Ik weet zeker dat hij haar nooit iets aan zou doen. Het is toch zijn eigen kind. En ik vind het gewoon belangrijk dat Fien tijd met haar vader doorbrengt. En of Bob en ik ooit nog samenkomen, weet ik eigenlijk niet. Het is gewoon echt te vroeg nog om te zeggen. Maar ik ga nooit meer samenwonen met Rosa. Ik vind het echt heel fijn dat ik bij haar woon. Goed zo. Ja. Ik denk wel dat het tijd is dat Fien en ik op zoek gaan naar een eigen plek. Ik zit je nu ook zo in de weg, dus... Zo zit je mij in de weg. Nou ja, je relatie met Theo wordt wel serieuzer.